overal bordjes bij staan voor wat het allemaal is. Dat is een, ook een vrijwilliger. Die is daar druk mee met een van de cliënten, die schildert ze. En wat vervolgens worden daar de namen van de desinfecterende groentes opgezet. Ja, maar even voor de duidelijk, met hoeveel deelnemers ben je actief in deze kas? Of in deze groentetuin? In deze groentetuin zijn we met drie mensen eigenlijk wel, ja, toch wel vrij constant bezig. Laten we even verder kijken, want er is genoeg te zien hier. Ik heb hier vorig winter, of voor de afgelopen winter, heb ik hier de uitjes, geplant. Dus voor mezelf ook een probeerstukje. Kijken hoe dat lukt. En die staan er dus nu zo bij. Ik hoop dat er ook nog wat uitjes worden, dat hoop ik nog. We gaan het allemaal meemaken. Deze sla is ook van hetzelfde laken gepakt. Dat is ook, ik heb hier vorig jaar heb ik hier sla gehad. Die heb ik laten bloeien. En dan ja, de zaden die op dat moment weer opkomen, die laat je staan. En je kunt ze ook verplanten en vervolgens kun je daar weer een nieuwe kropje sla van krijgen. Nou, hier hebben we aardbeienplantjes. En die, ja, dat is ook iets voor het is eigenlijk wel een buitengroente, maar toch ook in de kas zullen ze zeker prima doen. Hier heb ik knoflook, die heb ik afgelopen najaar ook hier ingezet. Nou, die hebben ook de hele winter hier gestaan en dat is ook een groente die eigenlijk kou op nodig is om te kunnen ontkiemen. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Ik dacht dat groenten altijd warmte nodig hebben. Nou, knoflook is op dit moment is hij wel eigenlijk wel een beetje warmte nodig, maar om eigenlijk hem te ontkiemen is het beste dat je hem in het najaar plant. En dan kun je het jaar daarop kun je, in de zomer kun je daar lekkere knoflook van oogsten. Ik heb hier spinazie staan, die heb ik in, ja, op twee manieren heb ik dat gedaan. Die eerste twee rijtjes die heb ik thuis heb ik hier in een bakje met water voorgeweekt. Om ze laten te kiemen. Ik heb het nog wel, dit moment heb ik nog wel bij me. En de andere twee rijen die heb ik zaad uit een zakje en dat heb ik gewoon in de grond gezet. En dan kun je een beetje het verschil zien van wat het eerste, ja, wat het makkelijkste oppakt. Je bent aan het experimenteren, zeg maar. Om te, altijd maar weer bezig om te kijken hoe het weer mooier en beter kan. Ja, ik ben hier best wel een beetje ook wel aan het experimenteren. Ja. Hier hebben wij ja, een rijtje. Een paar rijtjes sla staan, slasoorten staan, die, ja, die kunnen binnenkort verplant worden. Ik heb hier diverse koolsoorten. Kool, dat is echt een najaarsgroente. Dat is echt na de zomer, dan kun je de kool pas goed eten. Ik heb hier rode kool, witte kool. Romanesco heet dat, dat is een soort bloemkool. Een beetje is een groen van kleur met die mooie puntjes erop. En we zien spruitkool, zowel rode als groene. En nog wat, maar dan moet ik zo even, ja, moet ik zo even kijken, maar dat weet ik zo niet. Maar dat zijn dus de koolsoorten hier zo. Alles mooi apart. Ja. Maar die moeten dan wel verpot worden toch, verpoot worden? Ja, die, als ze opkomen en ze zijn zo groot. Met twee, drie bladen aan zitten, dan kun je ze verplanten. En dan gaan ze naar buiten? Dan gaan ze naar buiten. Als ze zo groot zijn als, zoals ik ze daar heb staan, in die regel, ja, dan ga ik ze verplanten op de plek waar ik ze graag aan wil. En dan komen we bij de courgettes, zie ik. Dat is ook altijd lekker. Hier moeten courgettes opkomen. Die hebben we voor 14 jaar geleden hebben we die in de grond gezet. Dus ik kijk nog even wat dat wordt. Maar die gaan, zullen waarschijnlijk naar buiten gaan, of niet? Nee, die blijven, oh, die blijven gewoon binnen. Ja, die blijven, deze blijven binnen. Die, we hebben ook echt bij elke vier stokjes. We hebben ook echt een paar zaden in de grond gedrukt en we laten ze gewoon komen. Ja, courgette is ook altijd lekker, hè? Kan overal in. Ja, 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 ook dat, ja, ja. En dan is dit de. Dit is oerprei. Het groeit eigenlijk net zo als knoflook, ook een bolletje en het krijgt ook. Meerdere bolletjes in de grond. En dat kun je verwerken als een, ja, als een uiproduct. Je kunt hem snijden, snipperen. En dan kun je hem meebakken. Hij is, ik vind hem persoonlijk vind ik hem een beetje laf van smaak. Ik vind een knoflook en een ui heeft iets meer pit. Iets meer pit. Maar het is de gulden middenweg. Ja.
Ja, ja. Hier heb ik nog een paar plantjes selderij staan, die hebben de winter overgehouden. Die hebben we hier neergezet. En ja, dit is voor mij ook van wat het wordt het. Ja. Want selderij kun je van alles mee doen, hè? Ja, dan kun je het lekker in de soep. Je kunt het in sausen doen. Ja, eigenlijk kun je het overal wel in verwerken. Maar dan komen we bij een open stuk, Piet. Maar... Ja, dit is nog een open stuk. Ja. En ik wil hier diverse soorten tomaten planten. Die heb ik op dit moment hier nog thuis staan. En komkommers moeten hier nog in. Ik wil watermeloenen, heb ik nog op het programma staan. En ik heb kousenband, ik weet niet of jij dat kent. Ja. Dat zijn van die lange, ja, lange sperziebonen. Ja. Ja. Die wil ik hier ook graag nog in hebben. En die heb ik ook thuis staan. Die komen nu de grond uit. Oké, dus dat gaat er allemaal aankomen. Ja. Maar zijn allemaal wel producten die echt warmte nodig hebben. En ik heb hier, dat is niet alleen dit gedeelte, ik heb hier nog een stukje waar nog niks in zit. Ik wil ook nog wat zoete aardappeltjes, wil ik ook nog wat zetten. Dat wordt ook steeds populairder volgens mij. Ja, dat wordt ook steeds populairder, ja. Ja, daar heb ik een stuk of 10 stekjes heb ik daar in huis staan. Die heb ik vanaf januari al op water staan. Die komen nu loten op. En daar, die gaan we straks in de grond zetten. In de hoop om daar toch nog wat mooie aardappeltjes van te krijgen. Daar heb ik onze eerste aardappeltjes staan, ook in de kas. Hier de eerste portie, dat zijn vroegen. En de portie daarna, daar heb ik wat truffelaardappeltjes, die zijn paars van kleur. En die daar heb ik een paar stammetjes van. En daarna heb ik een wat later soort. Wat soort is dat dan? Dat waren alouetten, heette die. Hier heb ik raapsteeltjes staan, hoor. Die hoop ik met toch wel een week, 14 dagen, dat we daar wat van snijden. Het zou nu eventueel ook wel kunnen, maar ik vind het nog een klein beetje aan de kleine kant. Dat is lekker, hè, raapsteeltjes. Hartstikke lekker. Ja. Toch heel veel mensen kennen het eigenlijk niet, raapsteeltjes. Nee, maar nee. Ik vind ook niet dat je ze voor in de reguliere supermarkt, nee, vind ik niet dat je ze heel weinig ziet. Ja. Bij de biologische winkels is het vaak wat te krijgen. Ja. Spitskool. Die heb ik thuis opgeplant, opgepot, of ja, opgeplant in blokjes. Ik heb een pottenpersje in huis. Ik heb potjes maken van grond. En dan kun je dan een zaadje indrukken en moet je voor de rest moet je het zelf doen. Ja. En die heb ik hier nu verplant. Daar heb ik uitjes staan en wortels. Tussen elkaar, dat is weer een combinatie voor de wortelvlieg, de ui bestrijdt de wortelvlieg. Ja, 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 ja. En om toch zo min mogelijk ongedierte te krijgen in je product. Dan kun je zien dat het biologisch getuneerd wordt. Dat is de biologische tint. Daarnaast heb ik een groente, tatsoi. Ik weet niet of jij dat kent. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, dat is ook iets, dat is ook een bladgroente. Het is een steviger blad als spinazie. Het is ook wat harder. En je kunt het net als spinazie ook verwerken. Het is voor mij is het een van oorsprong een Chinees-Japanse groente. En die kun je gewoon zaaien. Het is een kool. Het is wel een koolsoort. Nou, dan kun je dus eigenlijk van alles mee doen. Daar kun je van alles mee doen. Ja. Je kunt heel goed roer bakken. Dan is je blesje hartstikke lekker. Mooi knapperig. Ja. Daarnaast heb ik shallotjes staan. Daar heb ik ook twee rijtjes van. En aan deze kant heb ik nog wat bosuitjes gezaaid van de week. Dat heb ik van de week gedaan. Dus die kunnen er nog niet doorkomen. En dan hebben we bijna alles gehad in de kas. Ja, nou, het laatste perkje dat is dan nog bloemkool. Ook op dezelfde manier als spitskool heb ik die gezaaid. Ook eerst een perspotje maken en dan... Zet je daar gooi je daar een zaadje in en dan laat dat komen. En dan gaat hier alles bloeien en groeien. Zeker weten. Ik heb, als ik kijk wat vorig jaar had,
hoe volop hier gestaan heeft, ja, het zal zeker hartstikke mooi van je. Als ik hier... Hopelijk beleven in de loop van het jaar. Ja, wat zeg maar, als ik hier in mei, juni weer kom, dan is het al wel... Dan zie je het wel heel wat anders hier, ja. Wij staan nu buiten de kas. Ik heb hier iets, dat is een veelkleurige radijzensoort. Dat is voor mij ook nieuw. Ik ken het persoonlijk, ken ik het niet. Dus ik zag dat dan in de winkel liggen en ik denk, ik ga dat proberen, kijken wat het wordt. Zou de smaak dan ook anders zijn? Ik ga er vanuit van niet. Maar ja, radijs is een beetje een pittige, scherpe smaak. En ik hoop dat dat wat dit ook is. Ik vind de radijs zelf vind ik persoonlijk wel hartstikke lekker. Dat gaat mij precies zo. Hiernaast heb ik dus de traditionele rode radijsjes gezaaid. Maar veel groentes die hier dus gekweekt worden, die komen dus ook op het bord in Henberg de Klomp in Vilsen. Ja, we hebben al eerder een pakket aan hun kunnen leveren. En daar was hij zeker zeer tevreden over. Nou, mooi, zo'n prachtige samenwerking. Ja, heel goed. Ik vind dat ook... Allemaal streekgebonden. Streekgebonden. Ja, het is echt streekgebonden. Ja. Ook dat is ook echt weer biologisch. Ook dat is weer biologisch, ja. Ja. Het past ook in het hele gebeuren hier op het hele bedrijf hè, van de Rijslandhoeven. Wortel peterselie heb ik hier staan. Dat is de, ja, daar gebruik je de knol ook van, de wortel ook van. Maar je kunt ook het blad wat er boven de grond groeit. Het is ook prima te gebruiken. Ik heb hier de tuinbonen staan. Dat is ook, ja, die kun je ook al heel vroeg zetten eigenlijk. Die kan ook een klein beetje vorst kan die wel hebben. En dat is... Nou, deze staan er nu 4 weken. 4 weken staan ze hier nu in. En daar naast heb ik een 2 rijtjes peulen staan. Super snaps is dat. Ja, die ken ik. Ken ik. Een hele lekkere zoete peul is dat. Wordt ook mooi, ja, mooi van formaat. Hier nog wat prijs staan, die hebben wij gerooid van een andere plek en die staan hier nu nog even. Ingekuild, maar eigenlijk moeten die gegeten worden of dat je inmaakt. Want als je nu laat gaan, dan krijg je de bloemknoppen in. Het is op zich is het wel een hele mooie bol. En het bloedt ook wel mooi, maar ja, dan is de prei is eigenlijk zelf is weg. Daarnaast heb ik nog rabarber staan. Dat is ook. Rabarber is van zichzelf is al een zure. Zure stengel, zure groente. Deze is wat minder, hoe je wat minder suiker in te doen. Gezonder. Dat is ook wel, ja, dat kan ook wel gezonder zijn, zeker. Dus daar, maar die is ook heel, heel mooi nog. Mooi rood, ook echt rood van kleur. En de, ook rabarber in rode en groene varianten. De groene variant is wat zuurder, nog zuurder dan de rode. Maar deze is wel heel erg lekker. Hier heb ik nog wat 2 rijtjes asperges staan, die heb ik vorig jaar heb ik ze in mijn eigen tuin heb ze gezaaid. Of voor 2 jaar geleden heb ik ze gezaaid en vorig jaar heb ik ze in mijn eigen tuin gewoon laten staan. En ik heb ze dus nu hier naartoe gehaald om vervolgens hier de uiteindelijke asperges te kunnen oogsten. Dat zal het niet eerder zijn als volgend jaar dat er ook daadwerkelijk wat van plukken kunt. En dan moet je nog even voorzichtig... Voorzichtig dat we dat afhalen. Maar de voorbereiding is er. Die is er. Ja. Ja. We hebben hier nog een paar 4 rijtjes aardbeien staan. Dat is ook een hele lekkere, mooie, grote, zoete aardbei. Is, ik vind hem hartstikke lekker van smaak. Dus dat is, het ziet er nu nog een beetje armetierig uit, ja, maar het komt. We gaan niet meer komen, Piet. Dus nee, we gaan het allemaal zien. Nee, maar zeker. Oké, zeker. Dit zijn, ik heb in de kas, waar zijn het andere soorten. Dit is het soort wat we hier vorig jaar ook verbouwd hebben. En we hebben er fantastisch lekkere aardbeidjes van gehad. Oké, maar je ziet het nou, alles is gezaaid en gepoot en noem maar op. En dan is het juist leuk om straks te zien hoe het er allemaal bij staat. En hoe het allemaal geoogst wordt. En hoe het allemaal, dat is leuk. Wat ik persoonlijk wat ik ook een hobby vind van mij, dat ik heel veel dingen probeer toch wel te laten bloeien, gedeeltelijk te laten bloeien.
En dan kan volgend jaar weer nieuwe zaden hebben voor het komende jaar. Meer ook echt een uitdaging. Ik wil een beetje een soort kringloop krijgen. Een gesloten kringloop hier zo. Ja, dat is hartstikke mooi. Kan niet met alles, maar goed. Wat voor mijn gevoel goed is, onder andere de peulen. En ik heb in de kas heb ik de koolsoorten staan die. Sommige koolsoorten staan die kun je op die manier fantastisch goed kweken. Dus planten op een gegeven moment laten bloeien en vervolgens de zaden van proberen te winnen en dan gaat dat prima. Spinazie is ook zo'n product dat wel prima laat bloeien en daar kun je hartstikke goed zaden van winnen. Maar welk product wil dat niet goed aan? Nou, het is met bonen. Het is ongeveer ik vind een boon wil wel 1 jaar, dat zal nog wel kunnen, maar dan is het nog gokken van, omdat het namelijk een kruis, deze gaat kruisen met een andere soort. En dan krijg je niet de goede weer terug van waar je eigenlijk van verwacht. Ja, dat is lastig. Dat is lastig, ja. Dat is heel lastig. Hier heb ik ook shallotjes staan met uien, weer shallotjes en een rijtje bietjes. Ook met die verstanden. Ze versterken elkaar op de een of andere manier en ook voor de bestrijding van ongedierte, wat je eigenlijk niet hebben wil, kun je daarin die wisseling toepassen. Echt weer de biologische gedachte erachter. Weer de biologische gedachte erachter, ja. We benaderen het met Mariem. En hier staat nog een schop in de grond, Piet. Hier was je net bezig. Ik ben hier nog bezig, ik wil hier nog wat... Ik denk nog wat pastinaken of wat schorseneren neerzetten. Daar ben ik nog niet helemaal uit hoe wak daar nog in wil hebben. En dan denk ik van hé. Daar waar ik tijd voor heb. Ja, oké, maar dat is een vergeten groente. Maar daar hoor je niet zo heel veel meer. Dat is één van de vergeten groentes, ja. Maar waar smaakt het ongeveer naar dan? Schorseneren heeft de smaak van een. Ja, dat ze noemden het eigenlijk de armeluis. Armeluis asperge. De asperge zelf was meer een product van de. Ja, waarschijnlijk van de rijkere, voor de rijkeren bestemd. En schorseneren is meer voor de arme luis, zo gezegd. Voor de armere luis. Maar daar komt de smaak ook in de richting? Ja, het heeft toch wel een beetje die smaak. Hij is ook later. De schorseneren is ook een najaarsgroente. Die kun je ook eigenlijk of najaarswintergroente. Dus je kunt hem de hele winter kun je hem oogsten. En die moet je ook schillen. Ook schillen, hij is zwart van kleur, de wortel wordt ongeveer een 20, 25 centimeter lang. En daar kun je ook alleen de wortel van gebruiken, ja. Okay. Oh, maar het klinkt goed. Ja, en ze smaken ook goed hoor, echt. Okay. Ja. Maar je kunt hem als asperge eten, je kunt hem ook als ook in roerbakken producten doen. Groene zier, je kunt er waarschijnlijk ook wel soep van maken, denk ik ook wel. En dan naast de kast, Piet, je hebt nog een heel stuk erbij, zie ik ook van het jaar weer. Ja, we hebben naast de kast hebben we nog een strook, wordt dan eigenlijk gebruikt voor de buitengroentes. Een kijkje dit? Ja. De buitengroentes. En als we aan de buitengroentes denken, waar denken we dan aan? Aan de buitengroente denk ik onder andere aan de pompoenen. Dit is een veldje waar ik volledig aan pompoenen wil volzetten. En ik heb verschillende soorten. Van mooie oranje tot de flespompoen. Tot een groene die van binnen met oranje vlees is. Ik ben de namen heb ik zo even niet beschikbaar. Maar er zijn heel veel soorten. Dat je zult ze in het komende seizoen zoals je zien. Okay. Ook hier is nog een stukje. Ik wil hier nog spergiebonen of stokbonen. Spergiebonen in diverse soorten verbouwen. En dan moeten we nog even stokken moeten we nog klaarzetten. Want dat komt allemaal nog. Zijn we nog niet naartoe gekomen. Dat is wel een behoorlijk stuk nog wel dit. Dit is zeker nog wel een heel stuk. Ja, zeker. Maar ik zie achterin zie ik al wat stokjes staan en ja, maar kom hier dan? Hier komen ook die spersiebonen? Ja, hier wil ik nou denk ik de spersiebonen neerzetten. En ik ben daar verderop aan het begin
heb ik een stukje, dat, daar heb ik al wat spruitkool staan, flower sprout. Ik weet niet of, of jij ze kent. Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Ja, het is een losse spruit. Gewoon een groene spruit is een echt kogelhard, althans een goede net. En deze die is die wat losser van structuren. Hij groeit op dezelfde manier, wordt ook een plant, kan wel weer een meter hoog worden als hij volgroeid is. En daar, die kun je ook, ook roerbakken. Dan is hij wel, blijft hij wel het lekkerste van smaak. Als je hem gaat koken, dan wordt het echt een beetje een papje. Ja, deze heb ik van de week ook geplant. Dat heb ik op dezelfde manier gedaan als de spitskool, de bloemkool, ook in blokjes zaaien. En dan kun je ook, ja, elk zaadje kun je eigenlijk gebruiken van een... Ik zie, dit is rode kool, hè? Nee, dit is dus die flower sprout. Oh, die is een okay, ja, hij is wel rood van kleur, of ja. Rood-groenig van kleur. Hij is niet echt dat diep rode, maar... Hij is nu nog groen, maar hij wordt rood in de loop van het seizoen. Hier heb ik een stukje staan gele bietjes. Gele bietjes, nou. Gele bietjes, ja. En ik heb hier ook nog wat, ik had er nog wat liggen van dat spul, dat is uien. In dit geval waren dat uien en knoflook, nog wat. En shallotjes, daar had ik nog wat van liggen. Ik denk, nou gaat dat toch de grond in. Hier heb ik een passeertje snijwiet staan, dat is... Dat is een mengeling van allerlei kleuren. Okay. En die daar heb ik hier vier rijtjes staan. Ja. En die kun je snijden en die komt ook weer terug naar de lijm afgesneden. Ja, dat groeit weer door, hè? Ja. Dat kun je het hele seizoen van eten, hè? Ja. Ja, en je hebt ook nog een groene variant, echt een groene variant, en, je hebt, en een specifieke gele variant. Die is er ook nog. Maar dit is een mengeling van de groene, de rode en de gele. Ik heb hier nog een perceeltje direct nog wat aardappels in staan. Die zijn nog voor de wintervoorraad. Ja. Of ook voor de verkoop. Dat is maar wat er goed dan gaat. Ja. Ja. Maar al met al, hoeveel vierkante meter is deze tuin, Piet? Oei, de kas op zich is 30 meter lang, 8,5 meter breed. Zo, dat is al 30, ja. En dan heb ik daar nog een stukje van, pak een beetje, een meter of 10 denk ik nog, achter. Dus een 40, ruim 40 meter lengte. Ja. En dan heb ik hier een strook van 3 meter. Okay. Ook 40 meter lang. Ja. Dit is het laatste stukje, dat is ook iets, daar heb ik nog aardbeidjes neergezet. Ik had ook daarin had ik nog wat planten staan, liggen. Ik denk nou, die kunnen daar ook nog wel staan, dan hebben we toch een klein beetje ook voor het zicht van de tuin. Vind ik ook wel leuk, dat er iets staat. Ja. Met een rijtje diverse soorten bloemen. Je hebt planten voor de kast gezet, zie ik. Ja, ik heb hier nog wat... salie. Kruiden. Ja, kruiden, salie onder andere. Ik heb hier nog wat kruisbessen staan. En aan de andere kant ook salie. Maggieplant, tijm en rozemarijn staat daar. Daar wil ik ook proberen om daar nog wat van te gaan stekken en vervolgens toch wat meer uit te breiden daarin. Maar ik ben hier nou door de tuin geweest, maar je hebt echt alles wordt hier verbouwd. Echt van alles. Ja, nou ja, we proberen gewoon alles. Ja, maar ik voel gewoon dat gaat helemaal goed komen. Ja. 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 Echt bewonderingswaardig. Ja, ik vind het ook hartstikke mooi. Ja. Ja. Nou, Piet, bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan, Alfred. Ja, en we blijven het gewoon volgen. Ik hoop ook dat je binnenkort nog eens weer komt en dat je dan zegt van, hey, is het dat geworden? Nee, dat gaan we zeker doen, want dat maakt het jou ontzettend leuk. Ja, ja. Dat is het ook. Het hele seizoen meemaken, hè, ik heb dat zelf ook in de wijngaard meegemaakt, dat,
En van begin af aan ga je alles door. En dat is, ja, dat is ja, best interessant. Ontzettend interessant. We blijven er gewoon bij. En Piet, tot zover bedankt. En we zien elkaar zeker weer terug.